Ruim 2000 locaties over het hele land liggen binnen 150 meter van een drukke vervuilende weg. Dat blijkt uit een data-analyse van platform Investico. Het gaat dan om scholen, verpleeghuizen, kinderdagverblijven, BSO's en sportvelden. De GGD adviseert gemeenten vanuit het gezondheidsbelang. Ja, dat heeft te maken met dat blootstelling aan luchtverontreiniging leidt tot een verhoogd risico op ziektes. Dan moet je denken aan longziektes en ziektes van hart en vaten. En de luchtkwaliteit dichter bij de weg is slechter. Dus verder van de weg zijn de uitlaatgassen verdund en daar is de luchtkwaliteit ook beter. En dan om blootstelling aan luchtverontreiniging te verminderen, te verlagen, is het beter om niet te dicht op die weg te verblijven, hè, om afstand van de weg te houden. En verder is een weg ook nog, wordt er ook veel geluid geproduceerd door verkeer. En dus verder van de weg is ook de blootstelling aan geluid lager. En geluid is ook weer een milieufactor die van invloed kan zijn op de gezondheid. Ook in het Rijk van Nijmegen voldoen een aantal van deze locaties niet aan de hernieuwde richtlijn. Zo telt gemeente Wijchen er 4. Er iets mee gaan doen met de richtlijnen zal lastig zijn, want veel praten ook veel over bestaande situaties. Wat we in de toekomst mee willen doen, ja, streven op het moment als daar nieuwe ontwikkelingen zich voordoen, zullen we kijken hoe we die richtlijnen kunnen inpassen aan de nieuwe plannen, zeg maar, die er liggen. Maar een nieuw gebouw ver van een vervuilende weg bouwen is in de praktijk nog een uitdaging. Aan de andere kant van de Westerdreef, de Groene Geest, daar moet een nieuwe school geplaatst worden. Die was gepland bij de spoorlijn. Voor de spoorlijn gelden ook richtlijnen. We hebben hem iets opgeschoven, maar dan komen we heel snel in de buurt van de A326. En hij blijkt toepasbaar daar te zijn, maar dat is wel een uitdaging uit de praktijk waar we als gemeente tegenaan lopen om toch zo'n school te kunnen bouwen in de wijk. Want ja, een wijk wil ook een school hebben. Ook gemeente Nijmegen probeert de richtlijn voor nieuwbouw zoveel mogelijk te hanteren. Deze gemeente telt 29 locaties die te dicht bij vervuilende wegen staan. Er worden langs drukke wegen geen nieuwe voorzieningen voor groepen die extra gevoelig zijn voor luchtvervuiling gebouwd. Daarnaast is het eigenlijk nog beter om de luchtkwaliteit bij de bron aan te pakken. Dus te zorgen voor minder en schonere auto's op de weg. En naast gemotoriseerd verkeer zijn ook houtrook en veehouderijen en industriebronnen van luchtverontreiniging. En om de kwaliteit te verbeteren moet je eigenlijk de uitstoot van al die bronnen terugdringen. Ja, en mochten mensen zelf willen bijdragen aan een gezondere lucht, dan is het belangrijk dat je wat vaker de fiets of de bus pakt in plaats van de auto en geen hout te stoken. En ook geen of minder vlees te eten.